Ja, ik heb het herkenbare Bartbaan vriendenboekje weer in mijn hand. Dus dat betekent dat ik vandaag weer een nieuwe vriend op ga zoeken. En misschien ken je mijn vriend van vandaag van naam niet per se. Maar wat hij maakt, dat kent iedereen. Ik weet het 100% zeker. Ik ga vandaag langs bij René Merkelbach. En hij is de componist van de Efteling. En wat hij dus doet, hij maakt alle muziek die je hoort in de Efteling. Ik heb er zin in, we gaan naar binnen. Let's go! René, leuk dat ik langs wil komen. Welkom. Ik heb een vraag, René. Zou jij als grote Efteling vriend in mijn vriendenboekje willen schrijven? Zeker. Kijk eens, voor jou. Alsjeblieft. Dank we zijn er al een paar voor gegaan. René, voor de mensen die je niet kennen, waar kunnen ze je van kennen? Waar kunnen ze van kennen? Ja, nou ja, heel veel mensen die jou kennen, kennen natuurlijk ook de Efteling. Ja. En sommige mensen kennen mij ook via de Efteling. Ik schrijf sinds 1999 muziek voor de Efteling. Ja, zo oud ben ik. Ja. En dat begon allemaal heel klein. Hè? Dat begon, dat is wel algemeen bekend volgens mij, met een heel kleine aanpassing van de muziek in de paddenstoelen. En daarna voor de Efteling Entertainment. Maar goed, jaren later, sinds de Vliegende Hollander, ben ik nagenoeg alle muziek gaan maken voor de Efteling. Dus in principe, ik ben zelf iets jonger geboren, 2003. Dus van het moment dat ik geboren ben, is alle muziek komt. Nou ja, sinds 2006 wel, ja. Want toen heb ik nou de Vliegende Hollander in 2007 opengegaan. Ja. Maar ik had de muziek al af in 2006. De Vliegende Hollander is een jaartje later opengegaan. Maar toen was ik eigenlijk al klaar. Mm-hmm. Dus 2006 was mijn eerste echte grote attractie. Je grote attractie. En daarvoor, want jij bent van daarvoor nog. Maar in 2000 volgens mij heb ik de muziek voor de Pardoes Promenade gemaakt. Ja, dat was eigenlijk ook wel een ding. Een groot ding, ja. Ja, een groot project. Hey René, laten we de eerste vragen uit het boekje erbij pakken. Dat is goed. Laten we beginnen, Bart, met de datum. Met de datum, want ja. Want dat staat hier. Zeker. Het is 26 mei 2021. Mijn leeftijd, 54. Had je niet geschat, René? Daar ben nee, ik heel, oh, nee, ben ik heel dat eerlijk dat stel ik op prijs. De woonplaats, kijk, ik woon in Kaatsheuvel. Hoe dus, mooi kun je het hebben? Woon je ook echt naast de Efteling? Ik woon nagenoeg naast de Efteling. Ik kan vanuit de tuin Ravelijn zien, het kantoor. Ja. En als de wind gunstig staat, hoor ik af en toe wel eens een vleugje van mijn eigen muziek. Dus ben je in de zomer lekker aan het barbecuen met je eigen achtergrondmuziek? Ook mijn eigen muziek. Ja, lekker. Dat is toch feest. Ja, dat is fantastisch. Vergeet je naam hier helemaal bovenin. In het, mijn naam? Waar zie je? Oh, het, hier zo. Ja, het, oh, ja. Ja. Je had gelijk, jij zei we beginnen met een naam en je hebt gewoon gelijk. Op welk nummer kan ik jou bereiken? Volgens mij kun je mij beter bereiken via e-mail. Ja. Want ik heb natuurlijk wel een telefoonnummer, maar ik moet de hele dag muziek maken. Dus als er daar heel veel mensen gaan bellen, dan kom ik daar niet meer aan toe. Ja, je bent meer van de muzieknummers dan van de telefoonnummers. Ik ben meer van de muzieknummers dan van de telefoon. Zal ik mijn e-mailadres ja, doen? Ja, dat is goed, tuurlijk. Geen enkel probleem. Komt-ie aan. Dat is info@audiocult.nl. Want dat is mijn website, hè? Nou, super. Mijn bedrijf. Yes. Nee, als we nou jouw foto's willen zien van dat je in een studio zit of dat je ergens in de Efteling bent, waar kunnen we je voor op social media? Het meeste doe ik op Instagram. Ik heb natuurlijk gewoon mijn website, wat eigenlijk ook een veredelde Tumblr-pagina is. Hoor. Maar ik zet gewoon eventjes, als ik nou mijn website invul, dan word je vanzelf doorgelinkt naar al die andere dingen. Dat is handig, ja. Dat is gewoon de website en dan heb je een overzichtje. Precies. Yes. Super. En dan de onvermijdelijke vraag. Nee, wat is je favoriete pretpark? Ja, daar zijn we zo mee klaar. Hè? Dat is natuurlijk de Efteling. Zijn mijn vrienden hier en mijn overburen. Ja, want we kijken hier eigenlijk bijna de Efteling in. Je kunt het kruipen. Je kunt bijna spugen de afstand. Maar als je hier dwars door dat gebouw zou kunnen lopen, moet natuurlijk omheen. Ja. Er staat één gebouw tussen. Dan is het, ik denk 5 of 6 minuutjes naar de hoofdingang. Het merendeel van mijn werk is wel voor de Efteling. En heel soms komt er een aanvraag, bijvoorbeeld uit China. Ik heb een keer muziek gemaakt voor een klein parkje in Frankrijk, Parc du Bocasse. Mm-hmm. Knuttenborg Safari Park in Denemarken. Prachtig safari park. Maar het merendeel, bijna alles wat ik doe, is wel voor de overkant. Maar van die attractiepark waar je dan bent geweest of fan van bent, wat is dan je favoriete attractie? Ik ben wel ontelbare keren in de Rock'n'Roller Coaster geweest, natuurlijk. Daar kan ik geen genoeg van krijgen. En ik wil niet flauw doen, maar ik ben wel heel graag in Symbolica. Ik heb daar natuurlijk ook aan meegewerkt, dus ik weet, van de ene kant weet ik wat er allemaal te zien en te horen is. En toch krijg ik daar al niet, ik heb daar een paar weken rondgelopen, ook toen we 's avonds en 's nachts de mix aan het maken waren.
Maar zijn zoveel details. Symbolica. Ja, dat mag, hè? Het mag ook. Tuurlijk. We hadden net al even over de lunch. Wat is je favoriete eten? Mijn favoriete eten is Indonesisch eten. Oh, echt? Ja, dus als je mij een keer s'nachts wakker wil maken, wil aanbellen, heb dan een tasje met Indonesisch eten bij je. Dan komt het goed. Ga ik onthouden, nee? Dat is goed. Zijn er ook dingen waar je echt bang voor bent? Waar ik bang voor ben? Ja. Nee, nou, ik weet niet of we het dan nog over themapark hebben, maar ja, als je tegenwoordig in het gewone leven, niet het themapark leven, bang voor moet zijn, is natuurlijk hopen dat niemand ziek wordt om je heen. Nee, precies. Toch? Nee, ja, familie en vrienden zo. Dus, zeker. Dan vul ik toch in bang voor, en dan zeggen we toch gewoon ziekte in familie en vriendenkring, zeggen we dan. Ja. Wat is je allerleukste herinnering? Nou ja, ik heb twee kinderen. Ja. Dus ik kan natuurlijk nou niet iets anders zeggen dan de geboorte van mijn kinderen. Hè? Ja. Dus daar is het dan. Maar dat is ook echt hoor. Ondertussen jij de vraag even invult. René en ik hebben ook wat herinneringen in het park. We hebben elkaar een aantal keer gesproken. Ik ga even naar die beelden kijken, dat is leuk. Hoe belangrijk is de muziek voor deze voorstelling? Ja, eigenlijk heel belangrijk. Kijk, bij een musical, wij noemen het ook niet echt een musical. Omdat in een musical heb je natuurlijk liedjes en heel veel gespeelde scènes tussendoor en heel veel teksten. En nou is het, daar wordt wel in gezongen hier en daar. Maar het meeste wordt gewoon echt helemaal gespeeld en verteld door de muziek. Dus dat is natuurlijk voor mij ruim 70 minuten muziek. Is een ander verhaal dan hier en daar een liedje in een voorstelling en weer een hele hoop tekst. Nu was het een en al wordt het verteld in beeld, maar ook dus in muziek. Yes. Ja, over herinneringen gesproken, René. Wat was jouw allereerste achtbaan? Ja. Mijn allereerste achtbaan, dat was sowieso in de Efteling. En dat kan niet anders dan dat de Python was. De Python dan, René? Nou ja, de Python, ja, dat moet wel, want de Python was er sinds... 1981. 81, precies. En daarvoor was volgens mij nog geen achtbaan in de Efteling. En ik ging rond die leeftijd wel zeker in de achtbaan. Ja, dat kan niet anders. Nou, Python? Dat moet de Python geweest zijn. Hey, wat staat er op je bucketlist, René? Een bucketlist, ja, ik zou eigenlijk meer moeten reizen. Steden die ik graag zou willen zien. En dan is de eerste die bezocht moet worden, is Tokio. Ja? Dus ik vul gewoon Tokio in. Tokio, kijk. Heb je huisdieren, René? Nee. Oké, okay, dus... Ja, stop. Niet meer. Ik heb wel een poes gehad. Die heette Schizo. En die werd aangereden. Oh, dat is niet leuk. Die werd geopereerd. Kostte een vermogen. Maakt niet uit. Had nog 3,5 pootje. Wij, lief geweest voor Schizo, we dachten, nou, die is ons voor eeuwig dankbaar. En die liep weg en die hebben we nooit meer teruggezien. Oh, dat is ook vervelend. Als je een poes ziet met 3,5 poot... Breng even terug. Of... Even terugbrengen, dat is die van mij. Mag ik even sorry zeggen? Ja, precies. Wie of wat maakt je aan het lachen, René? Als ik iets heb wat me als eerste binnenschiet, dan zeg ik gewoon Friends. De serie op de Netflix. De serie, ja. Russisch. Welke attractie in het park maakt jou het vrolijkste, René? Er is volgens mij niet veel vrolijkere attracties dan Max en Moritz. Nee, toch? Oprecht. Ja, oprecht. Super, ja, tuurlijk. Die is super leuk, vind ik grappig. Was het tijdens de bouw en het maken van de muziek bij Max en Moritz ook echt de insteek, joh, we willen vrolijkheid uitstralen? Ja, zoveel mogelijk vrolijkheid. En wat we vaak doen is, ik krijg natuurlijk al het eerste gesprek over met de ontwerper over het thema en het idee erachter, het verhaal erachter. En wat we ook vaak doen is om dan bijvoorbeeld via Spotify of een andere manier gewoon ter inspiratie, maak bijvoorbeeld een Spotify-lijst aan. Daar sleep ik dan muziek in waarvan ik denk van ja, die zou misschien kunnen passen. En dat doen anderen dan ook die in het team zitten. Oké. En waarom dat goed werkt, je moet er geen 100 in slepen, want dan word je gek. Maar stel nou dat je er 20 of 30 hebt en dan kun je best snel tot resultaten komen. Robert Jaap Jans heeft de eerste aanzet gemaakt met een hele lijst met allemaal maffe. En meestal zijn het ook liedjes, dat zeggen alle ontwerpers altijd. Van, nou kijk, ze hebben allerlei muziek en die is het allemaal niet. Maar kijk maar, er zitten elementen in die wel bruikbaar zijn. En die moet ik er dan uit zien te vissen en dan zien te vertalen wat zij in gedachten hadden. Mm. En Max en Moritz heeft natuurlijk, het is Vrouw Schmetterling. Het is dan een beetje, hoe heet het, Duits, Beiers gebeuren. Dus daar horen ook bepaalde instrumentjes bij. Een klarinet en een accordeonnetje en dat soort dingen. Dus je komt al snel in een bepaalde hoek natuurlijk. Hey René, we hadden net al even over met de vraag, waar ben je bang voor? Maar wat is het engste dat je ooit hebt gedaan? Het engste, ik kan me dat zo niet herinneren. Ja, het engste weet ik niet. Een van, ja,
ik zei straks die eerste keer met het orkest in Praag. Eng is misschien een groot woord, maar dat is wel een heel spannend moment. Spannend. Want je maakt hier muziek en die stond perfect op papier allemaal. En dat was allemaal goed in orde gemaakt en gecheckt. Maar dan kom je voor het eerst bij een orkest wat je niet kent in een stad waar ik nog niet was geweest. En dan heb je een bepaalde tijdsdruk binnen waar het moet worden opgenomen, tijdspannen. Dat is wel een. Ik zat niet te trillen van de zenuwen. Nee. Maar het is wel spannend. Ja, precies. Want je had het net over. Nog even over die muziek van China die je had gemaakt. Mm-hmm. Is dat niet eng? Dat je het opstuurt en totaal niet weet wat daarmee gaat gebeuren? Want bij de Efteling is het gewoon kwestie van dat binnenlopen en je weet het. Ja, is het oversteken en samen overleggen en samen mixen en zo. Nee, dat China. Ja, eng ook niet. Het is een andere manier van werken. Hè? Wat zijn je hobby's, René? Mijn hobby's, ja, dat is heel flauw, want ik maak natuurlijk de hele dag door muziek. Maar dat is toch ook wel echt mijn grootste hobby. Dus wat schrijf je op? Muziek, één woord. En het engste moest ik nog invullen, ja. Heb ik nou net wel verteld. Dan zeg ik eerste keer opname met orkest. En dan bij de Vliegende Hollander was dat dan? En dat was DVH, en dan weet jij het wel, hè? Ja, precies. Nou, ja. Super. René, de onvermijdelijke vraag. Wat is je favoriete liedje? Mijn favoriete liedje? Ja. Nou, er is... Weet je, jij zei straks, wat vind je eng, hè? Waar ben je bang voor? Ik ben altijd bang dat mensen aan mij vragen, wat is je favoriete liedje? Oh, echt? Er is zoveel mooie muziek, daar kun je toch niet kiezen, je favoriete liedje? Het enige wat ik wel kan, als ik moet kiezen... Ja, je moet kiezen. Ik moet kiezen. Ik ben... Van heel veel muziek, ik luister naar alles ongeveer, wat ik maar... ik krijg nu van via mijn dochter TikTok-hits de hele tijd voorbij. Hè? Ja. Mijn neus. Dus ik leer allemaal nieuwe muziek kennen, maar ik ben nog nooit van een band meer fan geweest dan van Queen. Oké. Okay. Dus het moet een liedje van Queen zijn. Of de band, dat kan ook, als dat voor jou... Mag dat ook? Als we... Want als ik echt een liedje moet kiezen, ja, dat kan ik niet. Laten we maar dan zeg ik de band Queen en dan pak ik ook Queen in de titel. Dan doen we Killer Queen. Is goed. Zullen we dat doen? Is goed. En als ik dan echt de dodelijke vraag mag stellen, René. Oh god. Wat is je favoriete muziek die je in de Efteling hebt gemaakt? Dat vind ik ook lastig. Want bijvoorbeeld, ik zal zeggen omdat het lastig is. De Vliegende Hollander vond ik heel gaaf omdat het zo groot was. En daar heb ik voor het eerst gezegd, zullen we dingen gelijk met elkaar gaan laten lopen ja. In zo'n ruimtes. Dat was de eerste echt grote, dus dat is natuurlijk heel lang om die reden mijn persoonlijke favoriet geweest. Van mijn muziek dan, hè? Ja. Als ik dan mag noemen. Maar Symbolica, ja, daar kan ik natuurlijk ook niet omheen. Als ze zo'n groot project, daar hebben we lekker de tijd voor genomen en met een groot orkest opgenomen. Je maakt ook wat kleinere dingetjes voor de Efteling. Ja. Dat kan heel klein zijn, dat hoeft niet per se een attractie te zijn. Nee. Maar zijn dan ook echt kleine projectjes waar je denkt van, hey, dit is zo toffe muziek, maar die een gast of een bezoeker van het park misschien, dat hij daar niet bij stilstaat, omdat het zo klein is. Ja, dat is een goeie. In het park, naar buiten het park, de mediaafdeling van de Efteling is altijd heel actief. En mensen lezen natuurlijk wel eens iets op internet als of zien iets op tv als er een grote attractie wordt geopend. Maar die afdeling is achter het scherm ook heel productief, heel actief. En daar maak ik ook vaak muziekjes voor bijvoorbeeld. Dat kan een introotje zijn van een serie of achtergrondmuziek of stemopnames. De Efteling commercial van vorig jaar of net het jaar daarvoor. En in het park, ik denk als mensen bij de entree vanaf de parkeerplaats binnenkomen, dan horen ze natuurlijk de parkmuziek. Ja. Maar die heb je in allerlei versies op andere delen, in andere rijken eigenlijk. Ja, ik vraag me af of iedereen opvalt, maar daar zit... Er zit verschil natuurlijk. Daar zit verschil in. Natuurlijk. En dan heel zachtje in de struiken. En dat is ook precies hoe het moet zijn. Maar daar zit echt stiekem wel... Er zitten best wel complexe stukken, zeg maar. Goed uitgewerkt stukken. René, wat is het allereerste pretpark dat je als kleine René hebt bezocht? Ja, dat is de Efteling. Ja? Want ik kom uit Tilburg-Noord. Dat is 10 minuten rijden hier vandaan. René, heb je en wat is dan je bijnaam? Mijn bijnaam... Ik vul hier nog even Efteling in. Oh ja, tuurlijk. Ja. Even wel eens invullen. Ik heb niet, ik geloof niet dat ik echt een bijnaam heb. Ja, ik moet wel zeggen, maar dat is de nadelen van mezelf dit. Want dan vertellen mensen straks niks meer. Maar ik kan wel eens moeite hebben met een geheim bewaren. Oké. Dus een vriend heeft mij wel eens in plaats van Merkelbach de Merkelkrant genoemd.
Als ik je iets doorvertelt, zei hij, tegen jou vertel ik nooit meer iets, de Merkelkrant. Ik denk dat hem dat dan is. En kun je dan ook... Maar je kunt gewoon geheimen aan mij vertellen, hè. Dus niks maar kun je ook geheimen aan ons vertellen? Dus een nieuw muziekstukje of dat dan... Dat kan ik, nee, inmiddels. Ik heb een heel lang geheim gehouden dat er muziek in Nest kwam. En ik krijg heel veel berichten via mail natuurlijk, maar ook via Instagram en direct messages. En heel veel vragen van, komt er eigenlijk muziek? Of, oh, echt? En ik dacht, ja, dat mag ik natuurlijk tegen niemand zeggen tot aan de opening. Maar nu heeft de Efteling er een bericht uit gedaan op de website, op de blog. Dat ik er een muziekje voor heb geschreven, een liedje. Dus het is gelukt? Ik heb het geheim kunnen houden. Oké, super. Dat is mooi, hè? Nou dus ja, moeten we dit nou echt invullen, de Merkelkrant? Ja, laten we doen. Dit wordt mij nagedragen tot aan mijn dood. Plus niemand gaat mij ooit nog iets vertellen natuurlijk. Ze komt hier dadelijk een of andere groot ontwerp van de Efteling binnen. Merkelkrant, hoe is het? Precies, nou ja, maar die gaat niks meer vertellen natuurlijk. Nee. Dus ik gooi mijn eigen glazen in. Oké. René, wat is je sterrenbeeld? Mijn sterrenbeeld? Ik ben maagd. Oké. Ik ben van september. Welke datum? 14 september. Oh, dan ben ik 3 dagen later dan jou jarig. We kunnen samen vieren. Oh, dat is leuk. Als eigenlijk het park open is. Ik doe mijn geboortedatum, zet ik gewoon even bij. Oh, dat is goed. Okay. Wie is je grootste voorbeeld? Mijn grootste voorbeeld? Ja, dat heb ik nou echt niet. Ik denk dat ik alle vragen ongeveer wel kan beantwoorden. Maar ik heb geen groot voorbeeld. Nee. Nou, ik zal... Is dat ook een antwoord? Of is dat ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ik zal iets leuks vertellen. Ik was laatst, en dat is wel iets persoonlijks, ik was op school en er kwam iemand naar mij toe en die zei, Bart, ik ga naar de Efteling toe. Ik zei, leuk, ik zeg, wil je tips weten, leuk, Baron, Max en Moritz staat geopend. Hij zei, nee, zegt hij, ik ga voor de muziek van René Merkelbach. Omdat hij was begon met muziek componeren en hij zegt, ja, ik ga voor René Merkelbach zijn muziek. Ja, dat vond ik zo leuk om te horen, dat mensen dat dan echt voor die muziek dan, ja. Ik schrik er soms wel van hoor. Ik vind het niet normaal of vanzelfsprekend. Dus wat zetten we bij het voorbeeld? Heb ik niet. Heb ik niet gewoon. Nee. Het spijt me. Zet ik tussen haakjes. Misschien je grootste concurrent de muziekkabouter in Sprookjesbos? Dat is een goeie. Natuurlijk. Tuurlijk, dat was mijn voorganger. Ja. Dat is wel een groot voorbeeld. Misschien kun je die... Ik probeer al een baard te laten groeien. Ja. Maar... Ja, nou... Nee. Oké. Okay. Hey René, wat is je allerliefste film? Waar kijk je het allerliefste naar? Oh, dat vind ik nou net zo lastig als met dat liedje, hè? Wat is je favoriete liedje? Ik kan niet kiezen, zet ik neer. Zo eerlijk. Ja, toch? Ja. De laatste vraag. De fijnste plek op deze wereld vind ik... Ook weer zoiets. Ja, nou, ik vind het zo gauw als er een beetje strand is en een beetje zee en een beetje zon, dan vind ik het al wel aangenaam, zeg maar. Je moet en ik kiezen. Ben heel graag in New York. Oké. Okay. Ik zet New York neer. New York. René, om af te sluiten, we hebben nog in het blauwe vakje hebben we nog een paar korte vragen. Ik zal eens kijken. Achtbaan of dark ride? Zal ik cirkeltje zetten of strepen? Doe maar cirkeltje. Als dat lukt. Dark ride. Kroket of een frikandel? Frikandel. Kijk. Lasagne of pizza? Pizza. Kijk. Watershow of een parade? Oh, vind ik lastig, want ik heb natuurlijk een paar watershows mee geproduceerd. Maar een parade, zoals in een bepaald themapark in Parijs, daar kan ik ook wel... Ik zet toch een parade. Ja. Oké. Okay. Een reuzenrad of een droptoren? Nou, weet je wat daarmee aan de hand is? Ik had vroeger nooit hoogtevrees. Tot ik 1 keer in een droptoren op de kermis zat op een gegeven moment, nog niet zo lang geleden. En ineens besefte ik had nooit last van hoogtevrees. En ik keek op een gegeven moment naar beneden. Ze liet ons extra lang boven hangen, dat was dan grappig bedoeld. En ik keek ineens naar beneden langs mijn stoeltje en ik dacht, ik zit alleen maar op zo'n klein... Ja. Dus heb ik hoogtevrees ontwikkeld, sindsdien pas. Dus met de droptoren ben ik het snelste vanaf. Oké. Okay. Toch? Ja, dat denk ik wel. Zit ik heel lang in. Ja, precies. Moet ik heel lang mijn ogen dicht houden. Rood of blauw? Blauw. Blauw. Rugzak of schoudertas? Rugzak. Zomer of winter? Sowieso zomer. Nou, super. René, bedankt. Om af te sluiten, je pasfoto. Ik had het vermoeden dat jij kwam vandaag. Dus ik had hier mijn pasfoto. Kijk, super. Het pasfoto. Nou, zet hem erop. Die doen we zo. Dan mag je het vast. Boekje sluiten. Boekje dicht. En dan ga ik naar de volgende vriend. René, bedankt. Doe de volgende vriend de groeten. Graag doen. Is ook wel een vriend van mij.
Ik nooit. Ik denk het wel. Super, dankjewel René. Oké, graag gedaan. Hoppa, weer een nieuwe vriend die in mijn vriendenboekje heeft geschreven. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik ga nu onderweg naar mijn volgende vriend. En je ziet me volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van het Bart Bouw Vriendenboekje. Doei doei!